Een soort modder, hegebulten, draven en kjeld. Het wien ideale ingrediënten voor het NK fieldrieten van de jeugd in Appelskeer. De die een 315 fieldrieters mooi, hoe het 2 kilometer lange parcours in en om de Bosberg. Een impressie. Dit is redelijk uniek in Nederland. Hè. Wij rennen heel wat cross en oude terug Nederland heen. En het is redelijk vlak overal. Er zit ze nou dan wel eens een hobbel in. Maar eigenlijk zit je erin op parcours rondom de Bosberg. Zit eigenlijk hier een vlak stik in. Het is telkens op en oude. En eindig hier op het plein achter ons. Ja, dat ben even de rug te stikken en werd ze even wat bij komen kennen. Maar voor de rest is het alweer op, af, draaien en keren. Hou rein! Ik heb wel al geoefend om met mijn vader achterblijvers in te halen. Is het niet hartstikke koud om dit moment te fietsen? Nou, voor mij is het niet zo koud, want ik ben het wel gewend. Ja, Maureen. Voor jou zijn de felicitaties, want je hebt gewonnen. Hoe ging het? Goed. Ik dacht zo van, yes, ik heb gewonnen. Het is natuurlijk een geweldig iets. En, maar goed, het is uiteindelijk, zeg maar, vanuit de wereldclub is het elk, dat begint alles. En daar is als je nou een protte wil aan het fietsen. En daar jaai ze me gewoon op en nou ja, dan krijg je dit. Dus die staat eigenlijk zonder start. Ben je al een beetje zenuwachtig? Een beetje trillendjes. Mag ik eens vielen? Uit Almelo. Ja, wel een beetje, hè? Ja. Maar Doma is natuurlijk de Friese eer heen gehouden. Hoe zit dat wan? Het is gewoon mooi dat ze hinder mij komen kennen en erbij zitten en ja, dat goed gaat. Het is spannend. Dus je maakt net volle ketter aan, zo'n soort dingen. Dat hoop dat dat gebeurt. Ja, hij zult hier een beetje op zo'n acht zitten, een keer tredlauk zouden hollen wij. Dus ja, dat is wel goed hier. Ziende op het NK, hoe viel dat? Goed, weer sommige stukken, maar je wordt heel sfeer, ja. Zit hem, ik vertellen, Pieter Wening, dat is toch zo goed rijden haast, of zullen wij het doen? Dat mag je wel doen.